gasten van buiten onze gemeente. Van harte welkom hier in Bantam. Wellicht kunt u zich nog herinneren dat wij vorig jaar met onze nieuwjaarsreceptie in Sellinghout waren. We zoeken ieder jaar een ander dorp op en dit jaar zijn we te gast hier in Hoogkarspel. U bent hier daarnet allemaal naar binnen gelopen over de drempel. En eigenlijk staan we hier vanavond symbolisch en figuurlijk met elkaar ook op de drempel. Op de drempel van een nieuw jaar. Ik denk dat elke toespraak hier in Nederland door de burgemeester wordt gesproken over het vuurwerk. Ik denk dat dat in de meeste gemeenten inderdaad het geval zal zijn. Want het leeft behoorlijk en niet ten onrechte. Ik ben zelf meegeweest tijdens de oudejaarsnacht. Ook bij de brand van de Ceres. Ja, dat maakte behoorlijk wat indruk, denk ik. Zeker. En op de meeste plekken, voor de meeste mensen, was Oud en Nieuw gewoon weer een heel mooi feest. We hebben in Drechteland verder ook geen zware incidenten rond vuurwerk gehad. Maar ja, we zien wel dat het op te veel plekken te vaak misgaat in de landen. En we zien ook wat het vraagt van onze hulpdiensten om de orde nog een beetje te kunnen handhaven in de nieuwjaarsnacht. Ja, de traditie van het vuurwerk. Ik vind dat we erg zuinig moeten zijn op onze tradities. Maar die traditie is wel aan herziening toe. Traditie, daar lees ik ook regelmatig in de krant. Maar de traditie, die is eigenlijk van de jaren 50. Want daarvoor werd helemaal geen vuurwerk gestoken. Nee, maar dat geldt wel voor meer tradities. Maar ja, het is toch iets waar veel mensen aan hechten. Maar ik denk toch dat we daar anders mee om moeten gaan. Ik zelf heb me aangesloten bij de aanbevelingen van de onderzoeksraad voor de veiligheid. Daarmee ook bij de burgemeester van Den Haag. Die pleitte voor een landelijk, nadrukkelijk niet een lokaal, maar een landelijk verbod op het vuurwerk wat de meeste overlast en ellende veroorzaakt. Namelijk knalvuurwerk en vuurpijlen. U bedoelt meneer Remkes? Die bedoel ik inderdaad. Oké, vandaag op het nieuws. Eén vandaag. 92% van de gemeentes klagen hun nood bij de minister De Jonge over de WMO. Vooral vanwege het feit dat rijke ouderen hun hulp de straat op sturen en een heel goedkope hulp aannemen voor 19 euro. Heeft u daar ook al een mening over? Nou, dat heeft onder andere te maken met het abonnementstarief, zoals dat mooi heet, op de WMO. Wat maakt dat mensen met een hoger inkomen dan voorheen nu ook recht hebben op huishoudelijke hulp vanuit de gemeente. En er zijn inderdaad, je ziet dat veel gemeentes ook op kosten jaagt. Nou is dat allemaal nog tot daaraan toe, als daar vanuit het Rijk ook goede compensatie voor komt. Hè. Het is natuurlijk prima mogelijk dat het Rijk een bepaalde keuze maakt, of je het daar nou mee eens bent of niet. Maar zorg dan dat de gemeentes ook de financiële middelen krijgen, zodat ze dat goed kunnen uitvoeren. En daar ontbreekt het aan. Dus jullie komen nu tekort op de WMO? Nou, dat valt in de ene gemeente is dat erger dan in de andere. In het ene jaar is dat ook erger dan in het andere jaar. In Drechteland vallen de tekorten dit jaar mee, maar niettemin, we komen echt wel tekort. Dus jullie horen niet bij de 92% die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft uitgezet? Nee. Wij zeggen ook dat abonnementstarief op deze manier invoeren, dat was niet verstandig. Nog wensen voor het nieuwe jaar? Zeker, maar ik heb vooral wensen voor de inwoners van Drechteland. Ik hoop dat iedereen een heel mooi en gezond jaar heeft en dat we in al onze 8 dorpen een prachtig jaar tegemoet gaan. Dames en heren, we staan samen op de drempel van het nieuwe jaar. En we wensen elkaar een mooi en heel gezond en heel goed 2020 toe. Proost!